Nou, zoals je ziet zijn Joris en Stan vanmiddag al aangekomen. We gaan zo meteen naar de parcours van Rush Hour. Even losrijden, even kijken daar. En dan vanmiddag eten en zieren kijken. Het hotel in Nijmegen na het criterium Rush Hour en we hebben echt flink afgezien. Dat was een enorme onderlinge strijd tussen Joris en Stan. Gewonnen door? Gewonnen helaas door Joris voor Stan en toen kwam ik. Dat eigenlijk tot de haven in zicht was, ging ik op kop, hè? Die sprint zo weg op en dat laatste knikje. Eigenlijk toen was denk ik nog 50 meter naar een meter of zo. Toen kwam Joris eroverheen en daarna ook nog Stan in de laatste 10 meter. Dus dat was al. Even zonde. En zondag rijden we alle drie weer. Helaas alle drie ergens anders. Gisteren nog in Nijmegen had gekoerst, sling het Fred de bus nu even open en krijg nog even lekker een massage voor de koers morgen, want dan gaat het hopelijk wat beter. En dan aan de zijkant erin. Tijd om te gaan slapen. Ik lig op de kamer met. Dan Kevin. En morgen gaan we starten in de Ronde van Noord-Holland. Kevin is één van de kopmannen van de ploeg.
van de profronde van Noord-Holland. Eigenlijk met de ploeg aan de ene kant heel goed gereden. Aan de andere kant ja, ook wel een beetje zonde. Rob werd als negende. Ja, normaal de ploegen staat hij allemaal met 8 man, wij maar met 6. En ja, toch met 5 man over de streep. Helaas, Kevin, mijn roomie, lag al vrij vroeg bij een valpartij. En ja, toen was eigenlijk meteen klaar dat daarna op de kant ging. En naast me zit ik natuurlijk met de busjeper Fred. Fred, de wedstrijd in één woord. Formidabele. Ik moet die mensen, want dat kan ik nog terugkeren.